DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Cameraman 1, Lex Hilarius, is ziek, 38,9. Een redelijke tijd voor de 500 meter, maar daar kom je niet verder mee. Heb je nog wat te zeggen, Bert, tegen Lex? Nou, we zullen Lex proberen op de been te krijgen door vanmiddag een hele mooie overwinning neer te zetten. Dat zou fantastisch zijn, ja. Want het is een lastige ploeg. We hebben een keer een trainer gehad hier, Jan Veldhuizen. Die begon altijd, dat was altijd zijn eerste zin. Ja, lastig. Lastige tegenstander. Maar deze tegenstander is echt lastig. Odin. Ja, een lastig te bespelen ploeg. Omdat ze hebben een speelwijze waarbij je zelf het verschil moet maken, zeg maar, in balbezit. Ze kennen heel erg hun eigen kracht. En dat is de basis waarin ze elke wedstrijd ook starten. Ze doen verder geen rare dingen. En dan kun je zeggen, ja, dat is toch heel voorspelbaar. Maar wel moeilijk te bestrijden. Maar ik ken geen één ploeg die niet lastig is in deze klasse. Dus, maar als je praat over het mentale aspect. Hè, eerst Spakenburg thuis en dan Odin thuis. Ja, dan zal de gemiddelde supporter natuurlijk zeggen, ja, tegen Spakenburg mag je winnen. Maar van Odin moet je winnen. En zo is het ook. Odin heeft een sterke serie achter de rug. Richard Plug zei net van, ja, maar Piet, we hadden ook wel een beetje geluk aan onze zijde, ze nu en dan. Maar toch, ze willen graag de underdog zijn aan jullie om het tegendeel te bewijzen. Ja, vind ik wel. Kijk, in de stand staan ze nu boven ons. Ik vind echt dat wij aan onze stand verplicht zijn om deze thuiswedstrijd goed over de brug te halen. Odin, inderdaad, een mooie serie neergezet, maar dat hebben wij ook. Dus wat dat betreft zullen we zien vanmiddag wie hier de sterkste is. Het is kiel halen en over de brug. Oh, ik zat verkeerd zeker, Piet. Ik vind het zo leuk. Het heeft iets te maken met die Friese Elfsteden, toch natuurlijk die brug. En dan moet je even klunen. Ja, dat klopt. Ja, dat is van vroeger, hè, die beelden. Die hebben we ook nog meegemaakt. Toevallig op de dag dat mijn zoon geboren is, wat dat betreft. Dus, vandaag omstandigheden die inderdaad aantrekkelijk zijn om te gaan schaatsen. Voetballen wordt over het algemeen niet met deze temperaturen gedaan. Maar dan moeten wij maar zorgen dat het publiek het heel warm krijgt van ons spel. Ik denk dat de spelers er wel weer heel erg veel zin in hebben. Want die willen graag hun vorm etaleren en dat willen ze doortrekken. Ja, zeer zeker. En dat vind ik ook, dat hoort ook gewoon. We willen gewoon doorpakken. Het is een lastig ritme wat we op dit moment hebben. Wel niet trainen, wel niet voetballen. Daar houdt een voetballer ook niet van. Dus vanmiddag mag je weer, kan je weer door het harde werk van de vele vrijwilligers. Ja, dat is aan ons om dat te belonen. Met name de ingooien van Odin. Als ik even een sterk punt van hun mag noemen, dat is soms een beetje, ja, daar moeten goede afspraken over gemaakt worden. Ik neem aan dat dat gebeurt. Ja, we gaan geen ingooien weggeven. Gewoon geen ingooien, heel goed, dat is het allerbeste. Ja, dat lijkt me wel, en geen corners. Nee, ze zijn zeer sterk bij standaard situaties. Die ga je altijd een keer hebben in de wedstrijd. Er zijn duidelijke afspraken over gemaakt. Blijven mensen, blijven voetballers. We zijn erop geprepareerd, maar dan nog, inderdaad, je moet er waakzaam op zijn. Maar goed, als je ze niet op je eigen helft laat komen, is er ook niks aan de hand. Volgens mij ga je weer met dezelfde basis spelen, klopt dat? Dat is helemaal jouw, Piet. Hartstikke mooi. En je hebt natuurlijk een prachtige bank. Wie? Och jeetje, dat is een hele rits. Mike Arens, Geukan Jassa, Lars Dekker. Even denken hoor. Tot en met het negende elftal. Nou, je zou bijna denken, iedere vrijwilliger zit bij ons op de bank om het zo te zeggen. Nee, het is een hele volle bank. Fijn voor mij als trainer om dan wissels te kunnen toepassen op basis van de competenties die we nodig hebben binnen de wedstrijd. En we pakken voluit, ja. Over vrijwilligers gesproken, toppen. Ja, is niet normaal. Niet normaal. Ik weet wel dat we niet de enige club zijn natuurlijk in het land. Maar de snelheid waarmee het gebeurt en de overtuiging. En er wordt niet gepiept, niet gezeurd. Men zit alweer op die tractor en staat klaar met sneeuwschuivers voordat we het überhaupt gevraagd hebben. En vanmorgen vroeg stonden ze ook alweer paraat om de eventuele sneeuwbui aan te gaan pakken. Maar gelukkig is dat niet nodig geweest. Top. Heel veel succes, Bert. Dankjewel. Korte corner. Dat doen ze vaker, DVS. Daar is op getraind. Daar is over nagedacht. Maurice die daar makkelijk de bal kwijtraakt. En dit is het eerste moment waarop... Dit is precies wat ik bedoelde. Daar zijn ze heel gevaarlijk in. En met name Nigel Hardenberg. Die raakt daar gewoon de lat. Ja. Daarna ontstond er behoorlijk veel ruimte. Achterin bij DVS. Daar blijft Joran van Zanten liggen. En dat ziet er niet heel erg lekker uit, want hij grijpt naar zijn pols. Iedereen ziet dat ook gelijk. Hij begint met zijn benen te trappelen. Dat is een teken dat ik denk dat Heiko Epen zal moeten gaan warmlopen. Want hij is verkeerd op zijn pols terechtgekomen, heb ik zo het idee. Of in zijn onderarm. Zijn gezicht is helemaal van de af te lezen wat voor pijn die heeft.
DVS, Kai Velda, balbezit, Romillon weggestuurd. Ja, dit gaat een kans worden. Gaat hij 1-op-1 komen met de keeper. En die keeper die verkleint zijn goal. En die Barry van Dijk pakt die bal goed. Voorzetje. Toen maar eens. Ja, Niels Buitenhuis. Ja, mag gewoon. Ja hoor, is het doelpunt. Typisch doorgaan, Niels Buitenhuis. En wat verdient hij deze goal? Met de afgelopen weken, vond ik hem al de man of the match, is hij ook een keer gekroond. En hij gaat daar gewoon door op die keeper. Mag. Hij raakt de keeper iets aan. Is volgens mij buiten de 5 meter. Maar heel veel 100% kansen heeft het nog niet gebracht. Misschien nu komt daar de voorzet. Ja, volledig vrij. En het is maar goed dat daar Paul Epping op de goede plek staat. Want Jurjen Dikker die had hem zomaar voor het inkoppen volledig vrij. Denk aan het speerwerpen. Ook daar heb je die spanboog nodig. Ik denk dat hij de speer ook gewoon 50 meter wegknalt. Maar hij kiest nu toch voor een korte. Hij krijgt de bal terug. Via Kleibroek. Ja, natuurlijk. Milo Kremers. Prima doelpunt, Odin. Prachtige voorzet. En dat is het handelsmerk van Odin. Goeie voorzet. Mee opgekomen Milo Kremers. Brengt de stand in evenwicht. 1-1. Slingert die bal de 16 meter in. Daar is Konvloedgraven. Laat die bal vallen voor Benjamin Riemel. Die gaat op de bal staan en dan maakt hij Hens. Nee, dit loopt door. Nee. Grensrechter staat al te vlaggen. Ik denk dat hij vlagt voor de hensbal van Romillon. Daar raar duel daar zeg. Vrije trap is voor DVS. Maar Niels Buitenhuis eigenlijk onderover gekegeld door Heiko Epe. DVS moet voor noodgedwongen voor de tweede keer gaan wisselen. Nu Maurice de Ruiter. Op de paas van Romillon. Romillon gaat meelopen. Loopt ook mee. Maurice zie je kijken. En paast hem. Maar de slapschot van Mike Arends. Jammer. Kan door. Ja, je moet nog even door. Want we hebben officieel nog 1 minuut. Kijken wat voor extra tijd bij komt. We hebben natuurlijk de blessurebehandeling gehad. Er komt een schot van... Oh, er komt een schot van Odin. Oh, het gaat hier helemaal fout. De man die gewisseld is, de Abdallah El Mahdi, scoort hier vlak voor tijd de 1-2. Maurice de Ruiter aan de rechterkant van het veld uitgeweken. Gaat zijn man voorbij. Gaat hij naar die 16 meter toe? Nee, hij houdt in. Hij wilde doorheen, maar dat lukt niet. Oh, wat doet hij daar? Dit is pure frustratie. Ja, dit is een aanslag op de enkels van achteren. En daar is maar 1 kaart voor. Wat een domme actie. Dit is pure frustratie. En hij vliegt daar zijn tegenstander aan. En ja, dat moet je gewoon niet doen. Odin nog eens een keer. Via Nick Burger. Op Tom de Vries. Tom de Vries gaat naar binnen. Gaat schieten. Nee, wil combineren nog een keer. Komt daar vrij voor, combineert daar keurig. Wordt het nog 1-3. Worden helemaal weggetikt hier nu op het laatste moment. En dat doet Odin, helaas voor DVS heel erg goed. De analyse van deze wedstrijd, DVS 33 tegen Odin. Allereerst Richard Plug, de trainer van Odin. Van harte gefeliciteerd, allereerst. Ja, bedankt. Deze wedstrijd, hoe zie je die, de eerste helft? Nou goed, vooraf ga je naar DVS 33. Hè. We hebben net 2-6 punten wedstrijden gewonnen. Dus ik heb tegen mijn ploeg gezegd, joh, durf gewoon te voetballen. Nee, ik heb dat al vaker gezegd, dus niet omdat bed naast me staat. Maar vorig jaar ook al. Ik vind DVS eigenlijk de mooiste voetballende ploeg van de afdeling. Maar dat horen jullie vaker. Maar, ik moet ook zeggen, ze geven ook wel vaak ruimte om zelf te voetballen. Nou, daarin vond ik ons de eerste helft gewoon te scheiterig. De eerste kans is voor DVS. Die pakt Barry goed. Daarna schieten wij op de lat. Die goal die we tegenkrijgen heb ik mijn bedenking over. Of het er wel of geen overtreding op mijn keeper is, maar hij moet gewoon of het was door die aanvaller heen gaan of in ieder geval die bal wegstompen. 1-0 achter krijgen we vlak voor is nog een kopbal. Nou, dat had dan nog wel misschien wel 1-1 kunnen zijn. Maar de tweede helft mag duidelijk zijn. Hè. Het moment dat er 1-1 staat, dan heeft DVS denk ik 3-4 momenten waarop ze die wedstrijd kunnen beslissen. Dat doen ze niet.
Ja, en dan wissel ik wel zo dat ik op het middenveld op een gegeven moment gewoon met twee spitsen ook op het middenveld sta. En twee spitsen voorin, omdat ik zie dat er heel veel ruimtes komen. En dan ben ik wel heel blij met die twee goals natuurlijk op het eind. Dat geloof ik zeer zeker. Ik denk dat de crux van deze wedstrijd zit in de twee behoorlijke blessures van spelers van DVS 33. Waar het team ja, een beetje van onder de indruk was, leek het, Bert. Ja, zeker van de tweede. Want dat was natuurlijk een brute actie waarbij Niels in zijn rug wordt geduwd. Krijg ongelukkige botsing en ja, daar schrikt zo'n ploeg wel even van natuurlijk. Daarnaast is natuurlijk ook Niels je spel bepalen, eerste helft uitblinker. En die bepaalt het ritme in de wedstrijd. Maar hij begint eigenlijk al in de derde minuut, het uitvallen van Joran. Omdat je weet dat je aan de zijkant de ruimtes krijgt tegen Odin. Joran weet in balbezit hele goede keuzes te maken. En ja, dat zat even niet mee. Twee medische wissels dat raakt ons nog veruit het meest. Die medische wissels, dat is niet alleen deze wedstrijd zo geweest. Dat is in meerdere wedstrijden voorgekomen, Bert, hè? Ja, helaas wel. Ik moet eerlijk zeggen, dat heeft niks met Odin in dit geval. Maar ja, die tweede misschien kun je wat van vinden. Maar die jongen gaat gewoon een duel aan. Ongelukkige botsing. Ja, maar soms zie je ook wat de tegenstanders het best doen om ons een beetje te breken. En om het spel te breken. En dat doe je door fysiek te spelen. Nou, dan loop je wel eens tegen blessures op. Maar ja, in dit geval breekt dat ook een beetje tussen die oortjes natuurlijk. Als ze zien hun ploeggenoot daar liggen, die elke keer wegvalt. Veel bloed, ja, dat doet wel wat met de speler, ja. Ja, dat lijkt mij ook verschrikkelijk. Het viel mij op dat DVS 33 toch altijd wel moeite heeft met het spelletje wat Odin speelt. En dat alle credits dus eigenlijk ook wel aan de tegenstander. Oh nee, absoluut hoor. Dat vind ik ook. We waren er nog niet aan toegekomen. Maar inderdaad, absoluut felicitaties aan Richard en zijn ploeg natuurlijk. Ja, kijk, de eerste helft vind ik gewoon cruciaal. Op het moment dat Benjamin alleen op de keeper afgaat en van ver af schiet. De keeper pakt de bal en dan maak je de 2-0. En dan kan het heel rap klaar zijn met Odin. Maar met 1-0 blijven ze erin geloven. De tweede helft vind ik gewoon dat we 3 keer 100% kans hebben gehad. Maak je hem ook niet. Ja, en dan weet je gewoon, de kracht van Odin is gewoon dat als ze eruit komen, dan is het ook volle bak. Er zit heel veel enthousiasme in, heel veel passie. En ze gaan er gewoon voor. En ik vind op sommige momenten dat ze in de tweede helft ook beter gevoetbald hebben dan DVS 33. Ik vind gewoon dat wij te weinig gebracht hebben. En daarmee wil ik de overwinning van Odin niet tekort doen. Maar ik vind dat we te weinig energie in de duels hebben gestopt. Te weinig in balbezit hebben gedaan om van dit Odin vandaag te winnen. Toch heb je wel 100% uit deze ploeg gehaald. En zeker de laatste 8 wedstrijden. Ja, ongeslagen, Richard. Nou, ik ben nog niet gestopt als trainer. Hè? Dus, nou ja, ik wil even terugkomen op die twee blessures. Want dat vind ik natuurlijk zelf ook vrij rot. Maar ik moet zeggen dat het eerste was helemaal ongelukkig. Ik weet niet wat die jongen, die is op zijn pols denk ik gevallen of zo. Of niet, of op zijn arm. Nou, dat was natuurlijk pure botsing. Die tweede, ja, dikke gaat het luchten wel al met twee spelers van... is te laat, met twee spelers van DVS. Ja, dat vind ik gewoon... Ja, als voetballiefhebber vind ik dat gewoon... vind ik dat niks. Hetzelfde geldt voor die rode kaart voor de Ruiter hoor, op het eind. Mag zo'n goede speler niet overkomen, snap je? Dat benadert hij zijn ploeg mee en hij is een sieraad voor deze klasse. Maar om terug te komen op je verhaal. Ik moet natuurlijk wel credits geven over de laatste 2 goals. En vooral die allerlaatste. Ook al speelt de ploeg dan met 10 man de tegenpartij. Die allerlaatste goal. Ja, dan moet ik je wel heel eerlijk zeggen. Daar kan ik echt wel als trainer van genieten hoor. En dat heb ik net tegen de jongens ook gezegd. Ik moet het toch over het algemeen doen met wat mindere spelers. Maar als ik dan zie dat ze dit kunnen, dan moet ik ook wel weer lachen. Misschien onderschat ik ze dan wel eens. Ja, je onderschat ze echt hoor. Van zo'n Kleibroek en Nigel Hardenberg. Daar kan ik echt enorm van genieten hoor. Jazeker, maar ze kunnen ook tenenkrommend zijn. Dus, maar daarvoor voetballen ze bij mij. Hè. Dus Nigel kan inderdaad een 8 spelen, maar kan ook een 3 spelen. En dat is met Kleibroek ook. En sterker nog, dat kunnen ze ook bij elke actie hebben. Nou, maar het moet ook reëel zijn. Als ze dat niet zouden hebben, dan voetballen ze absoluut niet bij Odin. Dan hadden ze wel hoger gespeeld. Bert, van de week weer even herstellen en richting de volgende wedstrijd. Welke wedstrijd is dat? Wij spelen thuis tegen Jong Volendam. Dat kan een mooie wedstrijd zijn. Ja, nou, we gaan eerst maar eens kijken hoeveel spelers we hebben überhaupt. Om het zo maar te zeggen. We zullen wel weer genoeg hebben, maar je verliest niet alleen 3 punten. De tik die je nu krijgt op personeelgebied is groot. En die voel je ook binnen de groep. Maar goed, nogmaals, de vorige keer wonnen we 5-1 van Spakenburg. En toen vond de trainer van Spakenburg, die zocht het bij zijn eigen ploeg. Ik vind dat de credits vandaag naar Odin gaan. Die hebben met volle overtuiging en met goed resultaat, hebben ze het uiterste uit zichzelf gehaald. We waren niet goed genoeg om Odin vandaag te verslaan. Dus terecht overwinning voor Odin. Precies. Odin, volgende week.
Scheveningen, maar die doen het volgens mij ook wel aardig, hè? Dacht ik. Die doen het wel aardig, 7-2. Ja, ja. Nou ja, goed. Ja, we hebben het voordeel dat we een heel slecht veld hebben. Dus misschien dat ze het daar niet zo goed op doen. Jullie hebben gewoon een topploeg, Richard. Bedankt. Ja, oké, nou ja, dankjewel. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.